doe maar. Dinsdag 26 april 2022 zijn er precies 100 kinderen op de kern. En dat is ja, dat is een applausje waard. Dinsdag 26 april was een heugelijke dag voor basisschool De Kern uit de wijk Marslanden in Hardenberg. Het verwelkomde die dag de 100ste leerling. Het was Lars Muis die de gelukkige was. De school besloot 2 jaar geleden een andere koers te varen. Sindsdien wordt er ervaringsgericht en groepsdoorbrekend gewerkt. Het leidde tot enthousiaste reacties bij leerkrachten, ouders en kinderen. En dat gaat niet onopgemerkt voorbij in Hardenberg. De positieve geluiden hebben inmiddels geleid tot een stijgend leerlingenaantal. Mathilde van der Has is ouder op de school en vertelt over haar ervaringen. Dat was even wennen, maar ik merkte dat Fleur eigenlijk heel vrolijk thuis komt. En voor haar sluit het heel erg fijn aan. Fleur is heel creatief. En wat ik wel prettig vind is dat ze in de ochtend echt nog wel de structuur bieden van het lezen en het rekenen en het taal. Dat is echt het schoolse. En in de middag eigenlijk wat meer de talenten en de creativiteit van de kinderen tentoonstellen of dat kunnen laten zien aan waar ze mee bezig kunnen. Kun je ook vertellen wat de grootste verschillen zijn met hoe het was? Het eerste is denk ik dat ze dat schoolse een beetje los hebben gelaten. Hè. Dus het is niet de hele dag aan het werk zijn. Dat zijn ze natuurlijk wel, maar voor hun gevoel zijn ze veel meer, hebben ze meer keuze daarin. En ik denk dat ze zijn op hele andere manieren aan het leren dan alleen het leren in een bankje. Thee, je bent nu op de eilanden aan het werk. Kun je even iets vertellen, wat houdt dat in op de eilanden werken? Heb je een onderwerp van de eilanden en daar moet je allemaal dingen over gaan opzoeken. Want er ligt dan een opdrachtkaart, dat moet je dan gaan uitvoeren eigenlijk. En die zijn verbonden aan thema's? Ja, we hebben 4 thema's. De regering, kinderrechten, discriminatie en samenleving. Net al verteld van, dat je dit wel het leukste vindt, hè, dat eilandenwerk. Wat is het allerleukste wat je gedaan hebt? Ik moest een keer een folder maken over de Rocky Mountains. Dat vond ik wel heel leuk. Want je moest ook allemaal opzoeken van hoe kom je erheen. Moest je er allemaal inschrijven en wat er te zien is. En waar het ligt. En hoe ronden jullie een thema af? Hier op de eilanden is gewoon als je hem klaar hebt, mag je hem aan juf laten zien. En dan mag je gewoon met iets anders bezig. Maar als je projecten hebt, dan moet je hem daarna wel gaan presenteren. Want dan heb je meestal een PowerPoint gemaakt. Vind je spannend? Soms wel dan wel, ja. Leerkracht Marcel Baas vertelt enthousiast over de resultaten die zijn bereikt de afgelopen jaren. Nou, bij de kinderen zie je voornamelijk terug dat ze echt zelf ontdekken. Dus ze zijn bezig met opdrachtkaarten waar informatie op staat, waarbij een onderwerp staat waarmee ze iets kunnen doen. En dan gaan ze helemaal los en ze mogen eigenlijk hun eigen idee, fantasie eraan toevoegen. Dus dat is wat kinderen ook vaak drijft. In een eigen leefwereld. Dus de opdrachten staan wel in basis klaar. Alleen de kinderen mogen daar zelf iets bij bedenken. En daar gaan ze helemaal op aan. En dat zie je hier achter mij in de kasten van de eilanden liggen. Maar dat is ook in het ochtenddeel alweer geïntroduceerd. Bij rekenen, taal en spelling. Daar zitten de leerdoelen verpakt in de opdrachtkaarten. En dan kunnen ze creatief schrijven. Of ze kunnen een rekenspel maken. Of met spelling kunnen ze een zeeslag doen of iets dergelijks. Dus je ziet dat ze op allerlei manieren dingen bedenken om toch de leerstof eigen te maken. En het is anders dan voorheen, omdat wij voornamelijk de zenders waren. En nu zie je toch meer dat de leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces. En dat is super mooi om te zien. Door de nieuwe werkwijze kan elk kind zich optimaal ontwikkelen in de groep en individueel. De kinderen hebben bij ons een weektaak. En die weektaak is echt gepersonaliseerd. Dat wil zeggen dat een leerling die sterk is in dingen, die hoeft daar minder van te doen. En die krijgt juist verdieping. En die kan eventueel weer andere dingen doen waar zijn of haar interesses liggen. En zo heb je een leerling die wat meer moeite met een vak heeft. Die kun je veel meer bedienen
Door extra hulp te bieden. En die tijd krijg je dan ook daarvoor om dat gewoon goed te doen. Goed neer te zetten, zodat die ook weer een goede basis heeft straks voor de middelbare school. Het succes van het nieuwe onderwijsconcept is ook te danken aan het enthousiasme en de enorme inzet van de teamleden. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Kijk, je kunt een concept gaan doen, alleen iedereen moet er wel achter staan. Als de helft er maar achter staat, dat schiet natuurlijk niet op. Maar we hebben om me heen een heel jong team, maar super enthousiast. En die zijn bereid om de mouwen op te stropen, om er heel veel tijd en energie in te steken. En dat is natuurlijk super mooi, want daardoor komen al deze prachtige resultaten in elk thema, zoals hier om je ons heen hangt. Zie je daarin terugkomen en de kinderen zijn altijd laaiend enthousiast. Die zeggen ook altijd eigenlijk van, als je vraagt van wat is dan, hè, wat vind je het leukst op school, dan geven ze eigenlijk altijd standaard aan project- en themawerk. Dat vinden we zo mooi om te doen, want daar kunnen ze hun eigen fantasie in gebruiken. Je ziet ze ook helemaal losgaan met tekeningen en muurkranten. En wij als onderwijzers hoeven dan alleen maar de vragen te stellen om ze opnieuw te prikkelen, om nog weer verder te kijken. Nou ja, co-teaching, dat doen wij ook. Wij kijken bij elkaar in de klas en soms heeft een leerkracht een hulpvraag aan een andere leerkracht. Die kijkt dan even mee van, goh, hè, hoe kun je dat anders doen of misschien een tip geven daarin. Maar ook gewoon bij elkaar binnenwandelen om gewoon eens de sfeer te proeven. Maar ook gewoon eens kinderen te helpen, ook al is dat niet in je eigen land. We hebben hier laag, midden en hoogland. En dan kijken we ook gewoon bij elkaar en assisteren we elkaar ook. Hè. Als iemand hulp nodig heeft, dan kan een leerkracht uit hoogland die wat tijd over heeft, die kan van waarde zijn in een ander deel van de school. Dus op die manier kijken we met elkaar mee en helpen we elkaar in de klasse. Zo zien we ook alle leerlingen. Leerling Job en ouder Mathilde weten wel waarom andere ouders ook voor de kern zouden moeten kiezen. Het is ook kleiner, dus de juf en meester hebben meer aandacht voor je. Maar mijn neefje en nichtje zitten op een andere school en die is echt veel groter. En daar hebben de meeste juffen minder tijd voor hun. En dat merk je ook wel. Nou, ten eerste vind ik de kleinschaligheid van de kern vind ik heel prettig. Het is een enorm betrokken team, een jong team, maar ook echt heel erg betrokken bij de kinderen. Ik denk dat de meeste die Fleur nu heeft in groep 7, die kent ook de kinderen in groep 1 en 2. En dat kun je in eigenlijk alles door het eilandenwerk. Hè. De kinderen werken van het middenland en het hoogland samen. Maar ook de docenten die met elkaar samenwerken. Dat straalt allemaal uit. En dat vind ik echt heel prettig en dat gun ik elk kind.